Goedemiddag, beste luisteraars, en welkom bij Queer Delights, jullie programma over LGBTQIA en heel wat andere letters in Antwerpen, België en ver daarbuiten. We hebben vandaag een heel speciale gast in de studio die voor even in Antwerpen is, maar merendeel van haar andere jaren doorbrengt in Hongkong. En dat is Katrien Jacobs. Welkom, Katrien. Ah, bedankt en goeiedag, Stijn en iedereen. Jij bent momenteel op een sabbatical, toch? Je hebt een jaar, want jij werkt aan de Chinese University of Hongkong. Ja. Maar je bent oorspronkelijk van Antwerpen? Ja, ik ben eigenlijk geboren in Kalmthout. Oké. Okay. Het dorpje Kalmthout. Ik heb ook gestudeerd in Antwerpen. Mijn bachelor's heb ik daar nog gehaald, vele jaren geleden. En dan ben ik naar Amerika verhuisd en daarna in Hongkong terechtgekomen in het jaar 2005. Ben ik van Amerika naar Hongkong verhuisd. Dus ja. Ik woon daar al sinds 2005 eigenlijk. Oké, dat is al meer dan 10 jaar ondertussen. Ja, dat klopt. Ja. Tijd gaat snel. En was dat omdat je gewoon specifieke interesse had in Hongkong of in Azië of in China? Ja, weet je, ik was wel al beginnen rond te reizen, zo'n beetje. Ook vanuit mijn eigen persoonlijke interesse. Ik hield altijd veel van reizen als ik jong was. En dan ook voor mijn studies. Dus ik begon meer en meer te concentreren op andere culturen. Om mijn werk te verrichten in verschillende culturen, niet-westerse culturen ook. Ja. En op een bepaald moment kwam ik dan in Taiwan terecht, via een Taiwanese vriendin. Die zei, ja, je moet eens naar Taiwan gaan en daar kunstenaars gaan interviewen over seksualiteit. Want dat is een beetje mijn onderwerp, hè? Dus ja. Kunst en media en seksualiteit. Dus dat is dan zoveel jaren geleden in Taiwan en dat ging heel goed. De mensen waren heel enthousiast en ik kon daar veel mensen zo interviewen over dat onderwerp. Ja. En dan vond dat toch wel plezant, zo, die formule om als onderzoekster dan in andere culturen te gaan zoeken naar kunst en cultuur dat te maken heeft met seksualiteit en gender en seksuele oriëntatie en LGBTQ, IA en wat nog, welke letters er nog bij mogen. Ja. En dus ik had er al eens een voorproefje van gekregen in Taiwan dan. En dan daarna ben ik dat dan nog meer gaan doen en dan op een bepaald moment in Azië meer gaan reizen. Mm-hmm. Ook al eens een keertje in Hongkong op bezoek geweest. En toen kwam er op een bepaald moment een baan vrij in Hongkong. En diezelfde Taiwanese vriendin, die zei toen, we moeten nu eens op solliciteren. En, want ik denk dat jij daar wel heel leuk zal vinden in Hongkong. Om daar ook te werken, te gaan wonen en werken. Ja. En ik heb daar dan gesolliciteerd en die baan inderdaad gekregen. En toen ben ik dan verhuisd naar Hongkong en daar voltijds gaan wonen en werken. En dan, dat was heel goed meegevallen ook. Dus de eerste jaren gewoon, wist ik zeker niet of ik daar zou blijven, ook niet. Mm. Maar dat viel allemaal heel goed mee. En dus ben ik daar dan nu eigenlijk min of meer thuis, een beetje ingeburgerd in Hongkong. Ja. Ja. Dus even over jouw werk. Je zei het zelf een beetje, je werkt heel veel rond kunst, seksualiteit, gender. Performance zie ik ook veel terugkomen in je verschillende werk. Porn, pornografie. Dus media, censorship. Een hele hoop. En dat is allemaal een beetje ook heel visueel, jouw werk, toch? Je werkt heel veel met video's, imagery, mangas.
Dus allee, is dat eigenlijk iets wat je gaandeweg hebt ontwikkeld? Ja, dat is eigenlijk mijn invalshoek om seksualiteit te bestuderen, is om de representaties te bekijken in kunst bijvoorbeeld, of ook in media, in de sociale media, of films, of massamedia. Want ik vind dat wij toch wel heel veel geconfronteerd worden met beelden, dus met seksuele beelden. Zo, het kan pornografie zijn, maar er is ook nog van alle andere dingen ook. Hè. Gewone films, speelfilms, langspeelfilms, kortfilms. Sociale media natuurlijk. Tegenwoordig zitten er heel veel seksuele beelden op sociale media. Tumblr. Ja. Hè, Tumblr staat ook vol met soorten pornografie, maar dat is nooit een verhaal. Dat zijn maar heel korte animated gifs of zo. Hè. Maar dat is wel een heel levendig aanbod van beelden. En daarom vind ik dat de manier waarop die beelden ons beïnvloeden, dat is toch wel iets heel rijks, vind ik. En normaal seksuologen zijn daar ook minder mee bezig. Hè. Die zijn minder met beeldcultuur bezig. Van als ze het over psychologie of sociologie hebben, de verhouding tussen mensen en beelden wordt minder onderzocht eigenlijk. En ik ben dan intussen er wel van overtuigd dat dat toch wel iets is dat heel veel invloed heeft en dat je dat ook zo gewoon kan bestuderen. Ja. In 2015 kwam ik in San Francisco terecht ook voor mijn onderzoek over pornografie daar, want daar zit heel veel pornografie. Allee, dus ook alternatieve pornografie. En daar was dan een instituut, de Institute for the Advanced Study of Human Sexuality. Dat is een onafhankelijk opgericht universiteit, zal ik maar zeggen. Maar geen officiële universiteit. En daar hebben ze dan die studie ook mee uitgewerkt, het erotologie. Dat je dus seks kan bestuderen, maar wel aan de hand van representaties. Dus beeld, cultuur, kunstwerken. Ja. En die hebben daar bijvoorbeeld ook een heel groot archief. Hè? Ja. Dus die hebben heel veel beeldcultuur verzameld over de verschillende tijdperken en eeuwen. En hun studenten die gaan allemaal in die collecties ook al die dingen onderzoeken. En dan ook bijvoorbeeld hebben ze op een bepaald moment zelf beelden gemaakt, dus zelf seksfilms gemaakt, educatieve seksfilms. Okay. Omdat ze ook vonden van dat gezond is als mensen er zelf iets aan doen. Dus om ook een ander beeld te vormen dan de pornografie bijvoorbeeld. En zo dat is zo'n beetje waar ik dan misschien, ik heb daar nooit geweest. En dat was ook toen was ik zelfs nog veel te jong om dat te bestuderen. Dat is echt iets uit de jaren 60 ook. Dat idee van dat je zelf porno kan maken om dat te bestuderen, zal ik maar zeggen. Maar daar ben ik wel, ik ben daar wel door beïnvloed op een bepaald moment. Dus dat is ook performance dan, hè? Je hebt dan zelf ook een aantal video's gemaakt. Ja, ik heb zelf wel video's gemaakt, maar nooit echt pornografische video's. Ik ben wel een kunstenares ook. Ik maak af en toe video's en video-installaties, maar het is niet... Alleen nu klinkt het precies of ik zelf ook porno heb gemaakt, maar het is eigenlijk spijtig genoeg nog niet het geval. Okay. Het is nog een toekomstdroom. Ja, ik heb wel een toekomstdroom. Ofwel is het intussen toch voorbij, die droom, en moet ik toch nog eens iets anders gaan zoeken. Maar ik heb wel bijvoorbeeld vorig jaar in Hongkong een video-installatie gemaakt. Dus dat is dan met 4 verschillende schermen een verhaal over een meisje, maar dat is meer een liefdesverhaal. Dus een verdrietig liefdesverhaal van een meisje die gaat wandelen omdat haar vriend heeft het uitgemaakt. Die gaat dan een lange wandeling maken totdat ze een geest wordt. Okay. Dat is zo'n beetje een typisch Chinees ghost story, hè? Dus iemand die wandelt en langzaamaan verandert in een geest. En daar zit ook wel een seksscène in, dat heb ik dan toch eens uitgeprobeerd. Yeah. Omdat dat meisje, haar vriend, die zijn alle twee eigenlijk queer, zij zelf en ook haar vriend. Dus als zij dan haar vriend, haar ex-vriend gaat opzoeken, dus stalking, hè, wordt het dan duidelijk dat die vriend intussen een verhouding heeft met een man. Okay. Hè? Dus die is ook niet duidelijk wat zijn oriëntatie is of wat van soort seks hij eigenlijk houdt. Dus daar gaat het dan om dat zij dat ook een beetje
heeft en mee volgt eigenlijk. Ja, hè? Dus ja. Daar heb ik wel een seksscène in gemaakt ook dan. Oké, tussen de twee jongens. Tussen de twee mannen. En ja, dat is mannen. Dan ook weer iets waar ik heel erg door beïnvloed werd. Dat is een beetje later in mijn leven gekomen, maar in, je kent dat zelf ook wel van in China te wonen misschien, of in Japan. The Boys Love. Oké, ja. Ja, BL. Ja, ja. Ik weet niet of dat hier in België al redelijk goed bekend is of niet, maar het komt eigenlijk van Japan en dan is het naar Oost-Azië doorgebroken, maar ook al in Zuidoost-Azië heel veel op dit moment. Ja. En dus dat zijn vrouwen die verhalen maken, vooral in animatie en manga, dus manga of video's, over twee mannen, over liefdesverhalen tussen twee mannen. Ja. Ja, dat is ook vooral, dat zijn vooral liefdesverhalen weer, dat zijn ook wel vooral liefdes die kapot gaan of die niet mogen, of heel veel schaamte zit daar ook in. Ja. Er zit heel veel emotie in. Over onmogelijke liefdes, maar er zit ook seks in. Dus die vrouwelijke verbeelding is ook heel erotisch getint. En sommige van die boys love verhalen zijn meer seksueel, meer pornografisch, en andere zijn meer gewoon over liefde. Ja, ja, ergens gaat het ook over de puurheid van de liefde tussen twee mannen, niet? Dat, dat dan een aantrekkingskracht heeft op... vrouwen, ik denk dat ze in China de funu, de rotten girls, ja, worden genoemd. Ja, dat klopt. Dat er een soort van puurheid is tussen die liefde, die dat dan onmogelijk is en onuitgesproken blijft, maar toch blijft sluimeren. En ja, wat dat je zegt, die emoties, daar zitten toch vrij sterk in het verhaal verweven. Of heb ik dat? Ja, ja, dat klopt wel. Mm. En het is, ja, het is nooit, het zijn geen positieve of verhalen over het geluk vinden. Hè. Het gaat altijd over moeilijkheden. En dat is ook een manier waarop vrouwen dan hun eigen angsten of hun eigen moeilijkheden een beetje projecteren. Over liefde, over erotiek. Ja. Dat wordt geprojecteerd op homoerotische verhalen dan, of homoerotische situaties. Hè. Dus dat is eigenlijk, je kunt zeggen, ja, dat is wel handig. Hè, dat je zo op een ander soort relatie iets kan uitdenken. Ja. Wat je in je eigen leven niet kan meemaken. En ook het soort liefde, homoseksuele liefde, want het zijn ook vaak heteroseksuele vrouwen die dat doen. Die kunnen ze zo meer uitbeelden op een manier dat toch een beetje romantischer wordt nog. Hè. Ja. Maar aan de andere kant is het ook zo dat er toch al wel mensen op gereageerd hebben. Ook homofiele bewegingen. Homobewegingen in Japan bijvoorbeeld hebben daar een negatieve reactie tegenover gehad. Van dat zij daar niks mee te maken willen hebben. Ja. Dat zij zo dan weer gerepresenteerd worden door vrouwen die hun liefdessituatie eigenlijk niet kennen. Ja. Of niet onderzoeken, want het is niet op onderzoek gebaseerd. Het is eigenlijk meer op fantasie gebaseerd. Hè. Ja. Dus ja, het is een beetje controversieel van... Is dat hoe het dat betekent voor de psychologie van die vrouwen? Ja, ja. En, maar ik heb wel gemerkt in mijn eigen leven, daarom ben ik er ook over beginnen schrijven, dat de vrouwen die daarmee bezig zijn, de meisjes, het zijn vaak hele jonge meisjes ook, die daarmee bezig zijn, ik vind dat die toch wel op mij, die kwamen me heel queer over. Hè? Mm. Dus queer, wat betekent dat dan? Ook in de verbeelding gewoon, hè? Dat ze hun eigen verbeelding ontwikkelen die weinig te maken hebben met wat hun opgedrongen wordt door de maatschappij. Wat betekent gewoon een normale relatie hebben, ja, trouwen, kindjes krijgen. Hè? Dat zit er toch heel, heel diep in de Confucian Society, in zowel Japan als China ook. Ja. Maar dat zij daar dan toch gewoon uitstappen en iets heel anders gaan bedenken. En dat vind ik dan toch wel leuke mensen ook meestal. Als ze met die fantasieën bezig zijn... En op een kunstvakkige manier, want ze maken ook zelf boeken of manga's of anime's. Hè. Ze zijn vaak ook kunstaardige aangelegde meisjes. Dat dan toch beter gaat om overeen te komen op een of andere manier. Hè. Ja. Dat is een soort band, een soort vriendschap ook tussen die mensen die daarmee bezig zijn. Als ook mezelf, ja. Ja, wij krijgen in de webcast die wij maakten in China, Queer Comrades, hadden we ook zeer dikwijls de funu, de rotten girls, ook die daar kwamen naar screenings en weet ik wel allemaal. Dus op zich is dat wel boeiend, want dat is wel een heel actieve, vooral online beweging.
Goh, de kritiek vanuit China is ook een beetje, ja, die mannen die worden altijd heel mooi voorgesteld, ja. Heel puur, jong, ja, goed opgevoed en zo. Allee, ja, een beetje elite, zal ik maar zeggen. En er is weinig, ja, zoals gezegd, is fantasie. Dus er is weinig realiteitszin en dikwijls het hele verhaal van, ja, rechten van holibi, trans mensen of zo, dat gaat een beetje verloren en dat is een beetje ondergeschikt aan die zeer zware liefdesverhalen. En je zag dan ook wel zo de meer commerciëlere series die dat dan online verschenen, die waren dan ook meestal meer naar die Rotten Girls gericht, omdat dat op zich een veel actiever publiek is, zal ik maar zeggen, dan gericht op informatie naar het publiek toe of allee, realiteit, zal ik maar zeggen. Dus allee, in die zin, dat was ook zo'n beetje een puntje van kritiek. Van, we worden voorgesteld in de media, dus er komen... Allee, er is een soort van representatie, maar die wordt dan toch heel mainstream bijna gebracht, omdat het toch wel altijd gaat over die mooie... Adonis-lijvige jongens of zo, die van de goede afkom in de steden komen, zal ik maar zeggen. Ja, maar dan natuurlijk, het is inderdaad veel meer commercieel geworden op dit moment. Hè? Ja, je hebt die film, die langspeelfilm, erover bijvoorbeeld nu. Ah, oké. Okay. Maar de verhalen waar ik meer in geïnteresseerd ben, dat zijn dan natuurlijk veel minder commercieel. Dat is toch meer de underground of de subculturen. Ja. Ja, en dus ben ook op zoek geweest naar hoe dat genre dan toch eigenlijk subversief is gebleven. Ja. Want je kunt zoveel soorten verhalen daarin vinden, dat je kan zowel het commerciële vinden als het minder commerciële, veel meer pittige verhalen ook wel. Ja, ja. Over mannelijke zwangerschap bijvoorbeeld. Er zijn ook heel veel verhalen over. Okay. Over zwangere mannen bijvoorbeeld. Waar ik ook onderzocht heb, dat is een relatie tussen een jongere man en een oudere man. Ah, okay. Ja? Dus die Adonische mooie jongen, die dan een verhouding aangaat met een oudere, minder mooie man. Ja. Van middle-aged. Hè? En in het Japans heet dat Ojai Yuke. Uke is de bottom. Hoe zeg je dat in het Nederlands? De bottom gewoon. De bottom. De uke. En dan Ojai, dat is dan de oudere persoon. Hè? Die dan de bottom, die de bottomrol aanneemt. Hè? Ja. En ik heb dan vooral die verhalen daarover onderzocht, want die oudere persoon die is dan minder idealistisch natuurlijk, minder mooi, heeft ook seksuele dysfuncties of problemen in die verbeelding van die meisjes. Ja. Of is alcoholieker, hè? Bijvoorbeeld. Dus ik heb er allerlei verhalen over gevonden en dan ging het dan toch om dat ze heel veel sympathie voelde voor die minder perfecte rol ook, hè. Oké, ja. Dus dat was dan toch meer queer, vond ik. De manier waarop... Natuurlijk, het was ook een beetje een beetje mee te lachen of zo. Het was ook humoristisch, hè, op die figuur werd voorgesteld. Ja. Maar er zat toch ook heel veel liefde en sympathie voor dat karakter in eigenlijk zo. Ja, ja. En daarom heb ik dat ook over geschreven als een meer... Dat is, volgens een Japanse onderzoekster, Nagaiki, Kazumi Nagaiki heet ze. Zij heeft in Japan heel veel boeken geschreven over BL. Ja. Ja, en ook of dat queer is of niet. Ja, en ze is er al heel lang mee bezig. En zij noemde dat dan de New Wave. Hè? Okay. Dat ze daar in Japan toch een beetje afstappen van die mooie lichamen en die geïdealiseerde mannen. Ja. Maar natuurlijk is het zo dat dat toch wel nog erg aanspreekt. Ja. En ook in China, dat dan toch bij de meerderheid van de jongere meisjes die dan toch commerciëler gericht zijn, dat het dan toch op zoiets neerkomt misschien wel. Ja, ja. Hè? Dus dat het dan, dan is het minder pittig en minder queer misschien op dat moment. Ja, dus jouw stukje BL in je film, die trouwens de Ghost of Sister Ping noemt, ik heb als ik het juist heb. Ja. Dat is een meer queer stukje BL dat er daarin inderdaad. Om daar dan terug op te komen, daar had ik mij door laten inspireren. Ik had gezegd dat het meisje die een geest was geworden, Sister Ping, het meisje die had een relatie met een oudere man.
Okay. Ja, en die oudere man is dan ja, die man die dan ook queer wordt en die gewoon van, ja, van smaak verandert of zo, of die ertussen hangt. En die dan met, bij de jongere jongen terechtkomt. Ja. En daar heb ik dan inderdaad, dat heb ik verfilmd. Een seksuele relatie met, tussen die twee mannen. Ja. Maar ook wel, ik werd daar wel bij geholpen door Fanpopo, die ja, jij ook kent natuurlijk. Ja. Fanpopo, dat is een Chinese filmmaker. Hè? Ja. Die dan zelf ook al een pornofilm heeft gemaakt op dat moment. Had hij dat ook al gemaakt. Dus hij had al een beetje meer ervaring mee. Ja. En die... Maar bij hem was het tussen twee vrouwen, toch? Ja, dat ja. is ook wel grappig. Bij hem was het tussen twee... Ja. Bij hem was het tussen twee vrouwen. Bij mij was het tussen twee mannen. Ja. Maar we hebben dan gewoon samengewerkt daaraan. En ja. ik moet wel zeggen, hij heeft het wel heel veel aan bijgedragen ook. Okay. Om dat gewoon door te drijven en... Ja. Van, want ik had ook al heel die installatie moeten maken. En dan op dat moment dat je dat er nog bij moet nemen, is dat wel moeilijk. Ja. Ook omdat de acteurs, dat is niet evident dat die zo seks gaan hebben voor uw camera. Of ja. Hè, dan daar, ja, dat zijn niet echte seks, maar toch wel zo echt mogelijk. Ja. Ze moeten wel naakt zijn. Ze moeten elkaar wel vasthouden en kussen en zo. Ja. En dat is natuurlijk niet gemakkelijk. En hij, had dat dan, hij heeft er dan toch wel veel mee geholpen om iedereen zich daar goed ja. bij bleef voelen. En om dat gewoon zo te filmen wel. Ja, super. Ja, dus ik denk dat je clipjes kan zien online, toch? Van de film. Ja. Allee, van de installatie bedoel ik. Ja, ja. Ik heb inderdaad... wel documentatie op het internet staan, maar niet heel die film. Oké. Okay. Ja. Ik stel voor dat we even overgaan naar wat muziek. Ja. En we zullen er sowieso voor zorgen, ook als de aflevering op YouTube komt, dat alle linkjes en weet ik wat allemaal erbij zit. Ja, oké. Okay. Dat was Toshi Reagan met Building Blues. U bent nog altijd bij Queer Delight op Radio Centraal 106.7 FM. En wij zijn in de studio met Marcia, die ondertussen is komen aanschuiven, en onze gast van vandaag, Katrien Jacobs. We hadden het al even over uitgebreide onderzoek naar verschillende representaties van gender en seksualiteit en het queer zijn in Azië. Nu, momenteel ben je voor een jaar in België en je hebt hier ook een onderzoeksproject dat je aan het opstarten bent of aan het uitvoeren bent, toch? Ja, maar ja, ik moet zeggen dat dat nieuwe onderzoek, dat ik nog niet zo heel goed weet wat ik er precies mee ga doen. Ja. Maar ik zal eventjes meer over mijn vorige onderzoek ook praten, ja. want ik zoek een soort brug naar de toekomst hier. Dus in mijn vorige onderzoek heb ik het vooral gehad over de feministische en queer pornografie. Queere pornografie. En dan heb ik dat vergeleken hoe dat gemaakt wordt, maar ook hoe dat mensen dat consumeren, zal ik maar zeggen, of hoe dat ze erop reageren, in verschillende culturen. Mm. Ja, dus het is een vergelijkend onderzoek, cultureel vergelijkend onderzoek. En dat ging dan tussen San Francisco en Hongkong. Ja? Okay. Nog niks met België te maken. Dus in Hongkong, daar zit heel veel van die porno-industrie. De feministische porno-industrie, dat is al jaren, al langer zelfs nog bezig, dat ze daarmee bezig zijn via magazines en zo ook. Hè? En dat is intussen echt wel internetporno geworden. Dat zijn bedrijven die op het internet zitten en die zelf porno aanmaken. En zo, en daar moet je dan ook voor betalen om dat te zien. Ja. Maar je mag daar ook aan deelnemen. Dus ik heb dat dan daarnet ook al uitgelegd van, hè, van daar zo'n instituut waar ze vroeger educatief mee bezig waren om mensen aan te sporen om hun eigen seksfilms te maken. Ja. Ja? Daar werden dan, en dat is zo'n beetje volgens mijn onderzoek dan terechtgekomen in porno-industrie. Ook, okay. hè? Dus, maar ik heb het nog steeds over, niet over de meest commerciële pornografie. Mm. Want de meest commerciële pornobedrijven, die gaan dat dan weer helemaal uitbuiten van hè? Het idee dat er een amateur moet zijn. Ja. Maar in realiteit komt er geen amateur meer bij te maken. Dat zijn gewoon allemaal opgezette situaties, die verhalen zijn helemaal vastgelegd. En ja. dat is allemaal hardcore.
Hè, ja. Gewoon seks, neuken, hardcore. En, hè, ja. Dat heeft te weinig met de verhalen van echte mensen te maken. Hmm. Maar die feministische bedrijven en ook die queerbedrijven, en die vooral bijvoorbeeld in San Francisco daarmee bezig zijn, die wilden dat dan op een of andere manier toch helemaal veranderen. En een ander soort seksleven laten zien. Hmm. Ja? Bijvoorbeeld van de LGBTQIA-personen, hoe dat die dan zich met seks bezighouden. Hè? Ja. Als een soort identificatie dan, dat de mensen die porno bekijken ook een soort referentiepunt hebben over heel veel soorten seksualiteit, die ze misschien toch op een andere manier moeilijk kunnen vinden. Voorbeelden daarvan kunnen vinden, representaties van kunnen vinden. Hè? Ja. En ook gewoon als porno om opgewonden te geraken. Maar het is altijd een soort educatief model waar je ook opgewonden van kan geraken eigenlijk. Okay. Hè? Ja. En dus daar heb ik dan die industrie onderzocht en mensen geïnterviewd en gaan kijken op de set van hoe die pornofilmen gemaakt worden. Ja. Hoe dat ideaal dan leeft, of wel of niet kan zich kan standhouden in die maatschappij. Want dat is natuurlijk, dat klinkt allemaal wel heel mooi. Ja. Maar lukt het dan ook om de maatschappij, om dat soort filmen te verkopen, om daar een markt voor te vinden? Hoe reageren de conservatieve regeringen of de religieuze groeperingen? Gaan die dat aanvallen? Hè? Ja. Hoe zit het met de politiek daar rond? Hè? Dus mijn project ging ook heel erg over seksuele politiek, de politieke vraagstukken. En dan heb ik inderdaad in San Francisco gezien dat model inderdaad wel leeft goed, en het goed doet. Dat nog uitgebreid, dus de industrie wordt nog meer uitgebreid, min of meer. Okay. Maar er zijn ook moeilijkheden met door te stoten naar de bredere bevolking. Ze zijn heel erg voor diversiteit, dus die bedrijven die zijn echt gericht op diversiteit ook. Ja. Zowel etnische als culturele, religieuze, verschillende soorten lichamen. Hè. Ja. Dus ze proberen dat echt wel mee te nemen, inclusief, zo inclusief mogelijk te werken. Maar natuurlijk is het moeilijker om toch wel voor bepaalde etnische culturen, om dat dan te aanvaarden. Hè. Want er zijn ook bepaalde etnische culturen die gewoon veel minder bekend zijn met pornografie, die dat dan toch veel meer taboe vinden, of iets heel raar, dat je zo porno gaat maken, zelf porno gaat maken. Ja. Dus het is natuurlijk wel zo dat het is niet gemakkelijk om dan echt die diverse groeperingen ook te bereiken, zal ik maar zeggen. Hè? Ja, dus dat heb ik dan ook wel ondervonden daar een beetje zo. Ja. Hè? En ervoor te zorgen dat het ook geen commerciële formule dan uiteindelijk wordt. Ja, of een te witte formule. Dat het toch vooral gaat om witte mensen, hè, van een geprivilegeerde achtergrond. Ja. Hè, van dat het toch in diezelfde cirkel blijft hangen eigenlijk. Ja. Hè? Dat is wel moeilijker, maar ja, ze doen daar wel veel moeite voor. Ja. Ik heb bijvoorbeeld iemand geïnterviewd die ik ook graag had willen uitnodigen op jullie festival, maar ja, dat weten we nog niet of dat gaat lukken. Shine Louise Houston. Dat is een Afrikaanse, Amerikaanse, zeg je dat? African-American. Ja, Afrikaans-Amerikaans. Afro-American. Ja. Voilà. Een Afro-Amerikaanse vrouw. En zij heeft die opgezet, Pink and White Productions heet dat. Heeft ze zo'n bedrijfje opgezet. En ze zei echt wel van, ja, als je dan als koppel of individu wil deelnemen, je wil graag zo'n pornofilm gaan maken, dan moet je een berichtje sturen en een soort dingen indienen, hè, je informatie indienen, dossiertje indienen. Maar zij gaat er dan wel meer diversiteit uitzoeken uit al die aanbeeldingen van wie, ja, en wie hebben eigenlijk nog niet getoond op onze site, hè, wat soort personen, wat soort achtergronden, culturele, etnische achtergronden hebben we nog niet kunnen tonen. Dus ze gaat er wel echt op zoek naar. Maar ze zei toch wel dat het toch moeilijk is. Ja. Bijvoorbeeld om de bruinere bevolking, de Afro-Amerikaanse bevolking, of andere niet-witte etniciteiten daar bij te krijgen. Hè? Ja. Of Aziaten-Amerikanen ook. Hè? Ook iets moeilijker was toch. Ja. Maar ja, in feite, het gaat nog wel verder. Er zijn ook andere onderzoeksters mee bezig. Die hebben dan heel veel vrouwen bijvoorbeeld ook geïnterviewd.
over wat soort porno ze leuk vinden en bekijken. En het blijkt dan toch dat er, dat daar toch wel bekend geworden is, die alternatieve porno. Ja. En dat is nu wel echt onderzoek dat niet alleen voor de geprivilegeerde bevolking is, maar toch wel een beetje daarbuiten. Dat ze zoveel mogelijk soorten vrouwen van verschillende achtergronden, verschillende bevolkingsgroepen daarover geïnterviewd hebben. En het bleek dat zij toch wel voor die feministische porno te vinden waren. Okay. Dat ze het niet te flauw vonden. Of niet te belerend, hè, want dat is ook altijd... Mensen zeggen altijd, feministische porno, dat kan toch niet, dat kun je... Hè. Ja, maar ja, dat ging dat toch wel dat het redelijk goed is doorgedrongen bij de bevolking. Ja. Ja. En dat is dan ook specifiek naar een vrouwelijk publiek gericht, meestal. Ja, maar natuurlijk, wat is een vrouw? Het is queer, hè? Ja. Dus het is natuurlijk ook wel... Het kunnen ook transgender personen zijn. Er zitten transgenders bij... verschillende transgenders in de performersgroep ook en ook bij het publiek. Dus, ja. Maar ik had het over het onderzoek en die onderzoekers hadden inderdaad zich meer op de vrouwelijke bevolking gericht. Oké, okay, ja. Omdat het vanuit een feministisch perspectief was opgericht. Van ook zo het idee van, feministische porno, dat is misschien wel interessant en dat is een goed alternatief tegen de... commerciële porno, waar heel veel feministen heel boos over zijn en zich afschuwelijk vinden. Ja. Dus beter dan die porno afkappen, gewoon zelf een soort nieuwe pornocultuur maken. Ja. Maar werkt dat ook? Hè? Willen vrouwen dat dan ook bekijken? En volgens sommige onderzoeksters, ja. Maar er zijn ook, het is toch nog wel een beetje controversieel, want andere onderzoekers die vinden dan ook van dat er toch veel mensen nog gewoon commerciële porno leuker vinden. Oké, ja. Dus ja, het hangt er een beetje van af. Ja, ik denk, ergens dat commerciële porno misschien gewoon vooral op mannen wel gericht is. Terwijl, in mijn hoofd... Dat klopt ook hoofd... wel. Maar ik denk dat de vrouwen gewoon toch meekijken ook daarnaar. Van dat die dat niet vervelend vinden om gewoon mee te kijken. En dat gewend zijn geraakt van... Dat zo een beetje conventioneel rollenpatroon uitbeeldt. Ja, wat is natuurlijk feministisch of queer porno? Hoe omschrijf je dat? Ik kan me inbeelden dat heel veel mensen, omdat je zegt van, hoe valt dat bij een publiek? Dat veel mensen zich er in eerste instantie hele softe, vanilleachtige seks bij voorstellen. Ja. En ik heb nu het plezier gehad om jouw preselectie voor het festival al eens te bekijken, waarvoor dank. Ja. En soft was dat allerminst. Ja. Dus ja, de vraag is ook, het is misschien ook heel breed, feministische porno. Hoe omschrijf je het eigenlijk zelf? Intussen is het ook al 20, 30 jaar oud. Hè. Er zijn vrouwen mee begonnen. Candida Royale is er mee begonnen in de jaren 70, jaren 80 ook al. Hè. Dus het is ook al heel erg geëvolueerd. Maar het is wel een beetje als dat soft begonnen, als die meer softcore pornografie hè, dat het vooral die hardcore representatie zou zijn dat vrouwen zou afstoten. Hè. Daar is het een beetje mee begonnen, maar intussen is dat helemaal veranderd ook. Hè. Dus zoals je bijvoorbeeld denkt aan Pink and White, nogmaals, wat soort verhalen brengen die dan? Dat is toch wel hardcore, zou ik zeggen. Vrij hard eigenlijk. En ik vind het vooral ook van... Het gaat vooral ook om mensen die dat dan zo willen meemaken. Een heel intensieve, niet altijd harde, maar toch, wat moet ik het zeggen? Er toch wel echt een beetje agressief kunnen invliegen, ook in een seksuele relatie. Of heel veel BDSM zit er bijvoorbeeld ook heel veel bij. He, dat rollenspel dat toch met een soort machtsspel... te maken heeft ook. Hè, waar heel veel oudere generatie feministen gewoon helemaal tegen waren. Omdat ze het verschil niet konden zien tussen realiteit en fantasie. Of ze argumenteerden dat er eigenlijk toch geen verschil is. Hè. Maar in die pornografie, in die films, kan je dat dan toch wel als fantasie zien, dat er heel veel geweld in kan zitten wel. Het kan, en dat is dus één aspect, het geweld. Dat uitgebeeld wordt, dat mag uitgebeeld worden. Dat bedrijf ook niet zegt van nee, dit mag niet. En aan de andere kant gewoon ook dat ze de penetratie, het kan ook wel met dildo's of zo zijn, maar dat ze wel echt willen uitbeelden
van zo dichtbij mogelijk. Hè, dat de camera heel dicht bij het lichaam komt. En echt een close-up beat van, hè, van dat onderdeel van de seksakte. Dat is ook hardcore. Hè. Dus dat ze daar wel gewoon in meedraaien met de commerciële porno, van dat je dat moet kunnen zien. De mensen willen dat zien om te kunnen masturberen. Hè. Of wel dat dat gewoon ook zijn eigen schoonheid heeft en mag hebben en dat er niks op tegen mag zijn. Dus dat is intussen helemaal wel veranderd. Maar het is ook wel zo dat er toch nog andere bedrijven zijn die softere porno ook nog maken. Dus het hangt er wel wat van af. Je kan het allemaal nog wel vinden. Bijvoorbeeld, ik heb het ook gehad over een bedrijf in Japan. Een Japans bedrijf, ook feministische porno. En ik vind dat nu wel interessant, want Japan, dat heeft heel lang geduurd vooraleer daar meer feministische porno werd gemaakt. Dus dat is nog niet zo, daar zijn ze nog niet zo lang mee bezig. En dat heeft ook een hele grote porno-industrie. Hè? Nog groter dan Amerika, denk ik. De Japanse porno. Ja. Dat is heel ongelooflijk veel uitgebreid. En daar zit nu ook een soort feministische wing in. Maar dat is veel zachter. Dus dat is helemaal terug naar het ideaal van traag en liefelijk. En vooral de man die de vrouw goed moet verzorgen. Zo, hè? Want dat is wat de vrouw nu zogezegd nodig heeft. En als ik dat laat zien aan groepen vrouwen, want dat doe ik ook voor mijn onderzoek, dan moet ik zeggen, daar zijn altijd verschillende soorten reacties op van. Sommige vrouwen vinden dat toch, dat ze toch zo'n porno leuker zouden vinden. Of gewoon dat hun deugd doet om zo lieflijke porno te zien, zo is. Hè? Maar andere vrouwen die vinden dat dan super saai gewoon. Hmm. En die willen meer hardcore porno bekijken. Ja. Op zich is dat wel boeiend. Ik kom nu terug van Japan, maar daar gewoon, in de 7-Eleven, liggen de pornmagazines ervoor het rapen, zal ik maar zeggen. Maar langs de andere kant, Japanse porn, je hebt dan ook wel, je mag geen penissen tonen, of geen geslachtsdelen, die moeten altijd uitgeblokt zijn. Dus ergens is dat zo een hele rare moraal dat er speelt. Die industrie is ongelooflijk groot, maar aan de andere kant moet je dan dat ene deel niet zien, terwijl dat je veel explicietere dingen wel kunt tonen. Dus, dat is een beetje een trucje, vind ik. Eén keer dat ze dat uitgevonden hadden om daar die filter op te zetten, op de genitaliën en het schaamhaar ook. Okay. Daar moet overal een filter op gezet worden, maar dan mag je inderdaad alles laten zien. Zodra je dat erop zet, is alles mogelijk. Het is een beetje een trucje eigenlijk. Maar het is ook wel raar. En natuurlijk, er zijn mensen die net dat ook wel willen bekijken. Hè? Ja. Dus het is inderdaad wel een aparte mentaliteit daarover. En bijvoorbeeld, als ik in Japan over pornografie mijn onderzoek doe, dat is niet zo gemakkelijk ook wel, moet ik zeggen. Dat is toch wel taboe daar ook. Ja. Of het wordt niet vaak onderzocht. Het wordt veel verkocht en geproduceerd. En vooral door mannen dan. Hè. Je ziet ze inderdaad in de 7-Eleven liggen of op de trein zitten ze hun manga's te lezen. Hè. Dat is toch heel bekend beeld daar. Hè. Ja. De pornografische manga's. En iedereen kan min of meer meekijken zo. Hmm. Maar eigenlijk als je daar zo onderzoek over wilt doen, dan is het toch wel niet zo gemakkelijk, moet ik zeggen. Nou, natuurlijk is het nergens gemakkelijk om over pornografie zomaar heel ronduit te praten, behalve op dit radioprogramma misschien. Maar verder, hè? Dus bijvoorbeeld, nu is dat alweer een tijdje geleden hoor, maar ik ben daar toch wel rond 2005 of zo, dat is nu al een tijd geleden, maar ik weet, ik ging daar ook nog eens lesgeven aan een Japanse universiteit. Over die animatie ook, die erotische manga bijvoorbeeld. Iets wat zij allemaal wel heel goed kennen. Maar die leerkracht die zei dan ook van, je moet echt wel heel erg oppassen. Ik mocht geen videobeelden laten zien bijvoorbeeld. Oké. En dat was, dat begrijp ik. Hè? Mag alleen stille beelden. Geen moving images, hè? Dat begreep ik nog wel, want dat heeft een heel ander effect. Maar dan kwam ik die klas binnen
En daar zaten de jongens aan de linkerkant en de meisjes aan de rechterkant. Ja. En dat vond ik nou wel inderdaad wel een aparte situatie, dat ik zelf nog niet... Ik had het zelf nooit meegemaakt, zelfs hier in België. Hè. Ja. Ik ben van het jaar 1966, hè, zo oud ben ik al wel, maar toch. Hè, in België hier ook, ik denk niet dat wij als meisjes en jongens apart... gingen zitten of gescheiden. Ik kan me dat toch niet meer herinneren. Ja, toch niet op de universiteit. Nee, en dan, dat was dan in 2005 of zo. Dus dan dacht ik, amai, dat is toch wel inderdaad erg gericht op gender difference. Hè? De mannen zijn gescheiden van de vrouwen en bekijken ook alles anders. En dat was inderdaad wel een gespannen sfeer om daarover pornografie te spreken. Maar natuurlijk moet ik zeggen, er zijn ook mensen die daar meer en meer mee bezig zijn. Bijvoorbeeld Kazumi Nagaike, die onderzoekster die ik al eens genoemd heb in het programma. Die heeft mij dan uiteindelijk ook nog eens uitgenodigd om porno met een groep studenten te bespreken. En dat ging dan wel veel beter. Ja. Ze waren wel heel verlegen, de studenten. En ze zeiden niet veel, maar dat was toch wel een heel fijne workshop. Want ik doe ook workshops daarover met groepen studenten bijvoorbeeld. Ja. Ja. Maar ja, ik kan mij in het algemeen voorstellen dat pornografie niet een evident onderwerp is. In Japan is dat misschien een beetje extreem, maar ik denk, bij ons, porno, dat hoort tegenwoordig in de dark regions van het internet, zal ik maar zeggen. Ja, maar ja. Dat mag, of dat is niet voor naar buiten te brengen. En vroeger hadden sekscinema's, zal ik maar zeggen, maar het Astridplein was nog jarenlang de laatste, maar ik denk dat je zelfs nu ook... Die zal sluiten binnenkort. Ja, voilà. Dus je hebt dat ook veel minder in het publiek beeld, zal ik maar zeggen. Dus ja, dat is nu, vind ik, net iets interessant om dat terug te brengen in het publieke beeld. Ja. Dat is eigenlijk mijn bedoeling een beetje. Ja. Oké. Okay. En die workshops, wat kunnen we ons daarbij voorstellen? Ik wilde graag te weten komen hoe dat, vooral vrouwen dan, maar die workshops, dat was aan vrouwen met vrouwelijke participanten, hoe zij die bepaalde clips dan zouden bekijken en beoordelen en zich daarbij voelen ook. Maar omdat dat wordt dus altijd een screening georganiseerd met bijvoorbeeld 15 tot 20 participanten, dan liet ik die verschillende clips zien, verschillende soorten pornografie zien en dan altijd na een clip een kleine pauze om commentaar te krijgen. En die commentaar konden ze verbaal geven ofwel opschrijven. Ja? En dus dat is natuurlijk ook mijn manier om een beetje meer informatie te geven over soorten pornografie. Want sommige van die vrouwen die hadden het dan nog niet veel bekeken. Maar dan ook om commentaar te krijgen van hoe ze bepaalde scènes of bepaalde lichamen bekeken en apprecieerden of niet apprecieerden. En ook het soort genre van pornografie. Dus ik had er de meer gewone commerciële bij ingenomen, maar ook een voorbeeld van die queer pornografie. De homoerotische, de boys love. Ja? En dan altijd gevraagd van, kunnen jullie hierop reageren? En omdat ik altijd dezelfde selecties liet zien in verschillende culturen, kon ik dan toch een beetje te weten komen van hoe dat de gemiddelde vrouw daarop reageert. Maar wel niet de gemiddelde vrouw, maar wel een soort... Binnen een bepaalde leeftijdsgroep, zal ik zeggen. En welke veranderingen brengt dat zoal teweeg bij dat publiek, wanneer dat je ze dingen toont die ze misschien nog niet eerder hebben gezien, of die bij hen bepaalde zaken losmaken, wanneer dat ze reflecteren over hun eigen fantasieën over hun eigen seksleven? Het is niet zo heftig dat je het misschien kan inbeelden, want het hangt heel veel vanaf op wat soort scherm je gebruikt. Hè. Dus ik gebruik niet een heel groot scherm. Dus als mensen dan bijvoorbeeld een bepaald clipje als ze het niet kunnen verdragen, dan kunnen ze ook heel makkelijk wegkijken. Hè? Maar over het algemeen is het zo dat je eigenlijk merkt dat porno is niet alleen om opgewonden te geraken in zo'n groep, in zo'n publiek, maar er komen van alle andere dingen bij te kijken. Mensen vinden het saai, mensen vinden het stom, mensen vinden het grappig. Hè? En er wordt heel veel negatieve kritiek gegeven. Ook al zijn die mensen sowieso niet anti-porno, want dan komen ze daar toch niet naartoe.
Ja, dus de echte anti-porno mensen die gaan zo'n workshop niet meedelen. Hè. Maar op zich, als je porno laat zien in een publieke ruimte, dan kom je ook wel te weten van ja, dat is inderdaad iets dat misschien toch wel moeilijker aanvaard wordt in een publieke ruimte. Voor het algemeen. Hè. Maar dan, natuurlijk, nu klinkt het een beetje te negatief, want ik krijg ook altijd wel heel leuke reacties en er wordt heel veel gelachen en dat is natuurlijk ook plezant. Hè? En ik denk ook wel dat als je dan zoiets ziet, van, dan zie je toch een aantal films die je daarvoor niet gezien hebt, nog niet, dat je dan toch met nieuwe ideeën naar huis gaat. En misschien dan is dat om opgewonden te geraken of gewoon om nog eens andere soorten porno te gaan zoeken. Ja, dat je een beetje opener geraakt van je eigen soort keuzes ook. Want het is wel zo dat je soms te veel in je eigen soort porno terechtkomt misschien. Hè, dat, ja. En zit er een soort van bevrijdingstheologie achter het streven om porno meer zichtbaar te maken? Ja, dat moet wel, denk ik. Theologie klinkt... Allez, theologisch ben ik nogal niet aangericht, aangelegd. Maar... ja, weet je, ik heb nog altijd wel een beetje dat ideaal in mijn hoofd van dat je dat toch wel iets positiefs aan kan beleven als je porno in een publieke ruimte kan bekijken. Zoals ik al zei, je kan bijvoorbeeld voorbeelden vinden van filmen die je anders nooit zou aanraken, zou ik maar zeggen. En ook omdat andere mensen die selecteren. Dus om gewoon ook eens de selecties van andere mensen te kunnen bekijken. Hè? Dus om daar een beetje te delen van... Wat is jouw ideale film en hoe zie jij dat en hoe kunnen we daar informatie over delen eigenlijk? Hè? Maar ook wel toch gewoon over naakte lichamen op daarvan te genieten. Dat vind ik toch ook wel een belangrijk ideaal. Maar dat kan je nog op andere manieren ook. Je kan ook naar kunsttentoonstellingen gaan. Hè? Onze musea van die oude musea gaan ook vol met erotische schilderijen en zo ook. Hè? Dus dat is nog een andere manier om van erotiek te genieten. En hier in Europa valt dat nog goed mee. Je kan hier overal wel naaktportretten vinden, hè, in de publieke sfeer. Maar dan, omdat de pornografie helemaal op het internet terechtgekomen is en uit de publieke sfeer verdwenen is, vind ik toch dat er een soort leegte is eigenlijk. Een soort gap eigenlijk. Hè? En dat we daaraan kunnen werken om dit terug een beetje bij de mensen te brengen op zo'n manier dat dat minder privé wordt. Ja, want hoe dat je privé met porno omgaat, hè, dat is weer iets heel anders ook. Hè? En dat kom ik op die manier ook niet te weten, want mensen gedragen zich anders in privé dan wel in een publieke ruimte. Een hele tijd geleden dan zei een vriend van mij die in het onderwijs staat voor opgroeiende jongeren, dat hij in zijn klas op die moment... wel vaststelde dat heel veel van die jongeren ontzettend veel naar porno kijken. Ja. En dat zijn aanvoelen was dat ze daardoor een enorm verwrongen beeld hadden van hoe lichamen eruit zien, hoe seksualiteit beleefd moet worden. En hij was nu zeker zelf geen kneusje, maar hij vond het echt wel zorgwekkend. Hij had echt het gevoel van als dat het idee is dat jonge mensen hebben van hoe ze seks hebben, hoe vaak ze seks hebben, dan zit er iets echt niet goed. Ja. Is dat zo? Ja, weet je... Is dat hier in België? Ja. Dat onderzoek was in België gedaan? Dat wordt overal gezegd wel, hoor. Van Japan ook heel erg, Amerika, China vooral. Hè, want China, daar is dat dan allemaal nog underground ook. Dus de jeugd krijgt helemaal geen informatie over seks, hè, in China bijvoorbeeld. Dus ze moeten alles zelf onderzoeken. En dan komen ze nog sneller in de porno terecht. Als een voorbeeld van seks, een seksact. Ja. Hè? Maar weet je, dat is ook wel zo van, als dat dan je enige referentie wordt, dan vind ik het eigenlijk ook wel triestig, misschien. Maar daarom vind ik het net belangrijk om ander soorten pornografie te zoeken ook, hè? En aan te bieden en bij het proberen bij de jeugd te brengen, via scholen eventueel. Dat zou heel tof zijn, maar dat is op dit moment niet gemakkelijk om zoiets op te zetten. Maar ik zou dat wel een goed doel vinden. Ja. om verschillende soorten erotiek of pornografie bij jeugd te brengen, zodat ze toch een breder aanbod krijgen, min of meer. Ja. Ik denk dat het er ook over gaat, maar die term pornografie, terug...
op te vorderen tot iets positiefs, zal ik maar zeggen. Ja. Ik heb zo de indruk, binnen de LGBTQIA-scène, dat toch wel een beetje op gang is aan het komen. Er zijn een aantal pornfilmfestivals en dergelijke zaken meer om ervoor te zorgen dat inderdaad mensen gaan zoeken. Want ik denk dat het probleem dikwijls is dat mensen zich nog altijd vuil voelen als ze even op het internet naar porn hebben gezocht. En dat wordt ook nog altijd zo gestigmatiseerd, zal ik maar zeggen, door media. Ook als het gaat over kunst, bedoel, als er te veel naakt is, wordt dat bestempeld als pornografie. En dan wordt dat min of meer geweerd, zal ik maar zeggen, van de respectabele kunst. Ik vermoed in academia dat porno nog altijd ook een beetje een stempel draagt hoe durfde jij dat te gaan onderzoeken of zo. Dus ik denk, die beweging, zie je die op gang komen of is die er al? Het is misschien daar net dat de LGBTQIA-beweging of groepen een soort voorbeeld kunnen geven. Hè? Want ik denk dat zij dat toch meer aanvaarden, dat getoond kan worden op een positieve manier. Queer betekent ook dat het allerlei soorten stijlen porno kan zijn. Het kan minder of meer commercieel zijn. Al de verschillende seksuele geaardheden kunnen er ook in terechtkomen. Het kan heel verrassend zijn. En daarom, omdat ik denk dat zij een soort voorbeeld kunnen zijn voor de rest van de gemeenschap dan. Dat het niet alleen, je moet niet alleen erbij behoren, je moet niet LGBTQ zijn om dat dan ook te appreciëren, om porno te kunnen appreciëren, maar dat is inderdaad wel een manier om ermee op een goede, maar een betere manier bezig mee te blijven. Hè? Zoals bijvoorbeeld er zijn festivals in België, jullie hebben ook een kunstenfestival, in Berlijn is er een pornofestival. En dat is niet alleen queer, maar dat is wel heel queer opgevat. Hè? Ja. En dat wordt toch elk jaar zeker 30, 40 nieuwe films gedraaid. Dus dat is toch niet te ontkennen dat er van alles aan het gebeuren is. Er zijn heel veel landen, heel veel producenten nieuwe producten aan het maken, as we are speaking. Hè? En om die dan naar een publiek te brengen op een inderdaad een beetje een regelmatige manier. Okay? Niet ene keer op de 20 jaar, maar elk jaar of elk half jaar. Dat is toch wel, vind ik wel, iets leuks en belangrijks. Ja. Het is fijn om te horen dat je die evolutie ziet. En ik begrijp ook wel wat je zegt, dat de LGBTQI-beweging daar een rol in kan spelen. Ik vraag me alleen af of dat misschien toch niet vooral de queer-beweging is die daar een rol in kan spelen. Want ik zie, je hoort dat ook wel vaak zeggen in een aantal West-Europese landen, dat er een behoorlijke vertrutting en verburgerlijking van heel die beweging is geweest. Je maakte er straks zelf ook al een aantal referenties naar de politieke dimensie daarvan. Uh-huh. Politiek wordt het ook enorm gerecupereerd en is het allemaal, om David Cameron nog eens boven te halen, pro-gay marriage, not despite of being a conservative, but because of being a conservative. Ja, ja. Dus het is allemaal heel erg oké, zolang dat ingekapseld kan worden in een bepaald dominant model. Dus Ik volg u wel in de hypothese of zo, maar tegelijkertijd zie je ook wel een aantal valkuilen. En denk ik dat het belang vooral wel onderstreept van die queer-beweging en het concept queer, om dat ook wat helderder te duiden en ook binnen die LGBT-gemeenschap meer bekend te maken. Ja, natuurlijk, het is zo, je zegt het zelf, hè, pornografie is heel controversieel, hè, ook in die LGBTQ-bewegingen. He, dat er dan toch mensen daar te treuterig of te preuts over zijn. Meer politiek rechts geworden zijn. He. Er zijn ook natuurlijk, er is ook een verrechtsing in die beweging ook. He. Dus hoe die verrechtsing dan met de pornografie tekeer gaat, dat is inderdaad iets dat een valkuil kan worden. Denk ik wel. Maar daarom is het toch wel belangrijk misschien om daar mee bezig te blijven. Hè? Want ik heb ook een beetje van, als onderzoeker bijvoorbeeld, als je met queer porno of feministe porno, langs de ene kant zijn er de rechtsere mensen die zeggen, nee, we doen daar niet aan mee, dat mag niet. Maar ook de linkse kant, of die zeggen zo van, dat is al een beetje een oud onderwerp. Hè? Van, het is een beetje een verouderd ideaal misschien, we zijn daar nu niet meer mee bezig. Hè? Maar ja, dat is inderdaad het gevaar een beetje van dat. En wat nu dan?
Hè? Wat soort entertainment genot kunnen we dan nu nog nastreven? Ik bedoel, we hebben toch een of andere... Of kunst, wat soort kunst kunnen we nu nastreven? Want we moeten er toch open voor blijven ook. Hè? Voor die seksuele verbeeldingen. Daarom, ja, die verrichting, dus daar ben ik wel heel erg in geïnteresseerd. Maar... daar moeten we niet alleen mee bezig blijven. Er is ook zoveel aandacht voor op dit moment. Er is zoveel angst over die verrechtsing. Ja. Ik heb het hier ook gemerkt in België. En daar gaat mijn nieuw onderzoek misschien wel meer over gaan. Omdat hoe dat die verrechtsing in de politiek en in de stad bijvoorbeeld dan zich... Ja, hoe dat de mensen zich daar toch mee omgaan of veranderen. Of zelf conservatiever worden. En hoe dat de seksuele verbeelding beïnvloedt, zal ik maar zeggen. Hè? Dus je kan dat inderdaad... is dat nu echt aan het gebeuren of niet? Ik weet het eigenlijk niet goed. Daar wil ik mijn nieuw onderzoek over gaan doen, eigenlijk. Alleszins, een van de eerste dingen waar ik aan dacht toen je het er straks had over de representatie van diversiteit binnen porno. Mm-hmm. En dat men daar ook echt naar ging zoeken. Dat het soms moeilijk was, mensen, people of color en zo. Moet ik meteen denken aan Theo Franke, die onlangs, ik weet niet, die zat toen nog in Japan, Stijn, over de kolonisten van Catan, het gezelschapsspel dat nu Catan heet, een kwade tweet had geschreven, dat je stilaan als blanke, geprivilegeerde man nog maar één ding mag, en dat is je excuseren. Dus ik denk dat wel een beetje de maatschappelijke sfeer is waar we momenteel in zitten. En dat is meteen het eerste waar ik aan denk wanneer jij het hebt over die diversiteit in porno, dat er wel een hele groep mensen zijn die dan meteen denken van dat het als negatief wordt beschouwd wat dat dan de mainstream commerciële porno is of zo. Mm. En dat het meteen blanke mannen zijn die zich aangevallen voelen of zo. Mm. Dus... Ja, en is het dan zo dat... zijn er ook mensen die politieke correctie, die het daar niet mee hebben? Of die vinden dat porno niet politically correct kan zijn? Is dat ook een beetje het idee misschien bij de LGBTQI? Ik denk vooral dat wat je zelf net zei, dat de politieke dimensie daarvan voor heel veel mensen niet meer zo duidelijk is. Mm-hmm. En dat is hetgeen wat je zelf ook zei, dat dan als een oud onderwerp wordt bekeken. Mm-hmm. Dat vind ik dan zelf wel interessant, dat je er die politieke dimensie zelf wel aan toevoegt en de maatschappelijke relevantie nu. En ik denk dat dat wel heel boeiend kan zijn voor die LGBTQI-beweging, voor mensen die zichzelf als links en progressief bestempelen, om daar wat wakker rond te blijven. Ja. Dus, Julia, ja, ik moest ook onlangs denken aan zo de hele no fun, no fat, no Asian. Wat dat je ook zei, van iedereen blijft een beetje in zijn eigen porn-bubble zitten. Een beetje zoals de Facebook-bubble, zal ik maar zeggen. Ja. Van, ik ga naar een website en dit zijn mijn dingen. Bear, black, whatever. Het wordt ze allemaal in... hokjes verzameld en je wordt dan ergens geprogrammed, zal ik maar zeggen, om dan daaruit te kiezen, ook met Grindr of met van die apps. Het zijn allemaal van die vragen van wat zijn uw voorkeuren, en dan wordt uw bubbel eigenlijk bepaald en je vergeet eigenlijk erbuiten te kijken, of je vergeet eigenlijk het ook gewoon om mensen en interactie en contact en exploratie en zo gaan. En ik denk dat ook heel sterk zit binnen de gemeenschap in het algemeen, maar zeker ook binnen die LGBTQI-gemeenschap, dat ook alle feestjes, entertainment, weet ik wat, dat wordt zo niche gezet door vooral commerciële events, zal ik maar zeggen. Of misschien ook onbewust dat mensen dat gewoon al denken van de Pride, dat is voor dat volk. En BDSM, dat is voor dat volk. En daar hebben ze weer een party voor de lesbiennes. Het is zo echt heel sterk, die maatschappelijke inboxing dat er in komt, en zeker ook met porn. Dus ik denk wel dat zo'n beetje een algemeen gegeven is waar mensen zeker bewuster van kunnen worden. Tuurlijk. En daarom is het belangrijk om dan een nieuw soort publiek toch proberen aan te trekken. Hè? Van als je een festival doet of een screening, van dat je toch niet een soort doelgroep zoekt eigenlijk. Ja. Hopelijk dan, hè? Dat je toch wel een beetje breder kan
denken over wie gaat daar nu naartoe komen. Ja. Of een soort middelen gebruiken om zoveel mogelijk verschillende soorten mensen aan te trekken. Ja. Eigenlijk. Hè? Ja. Dat is toch wel belangrijk. Ja. Dan kun je zoiets nog eens meemaken misschien. Hè? Van dat je eigenlijk bij een ander soort publiek terechtkomt. Maar ook zo, dat is ook wat ik vroeger heb genoemd cross-voyeurism. Cross-voyeurism in het Engels dan. Hè? Van... Een voyeur is iemand die eigenlijk ziek is, zal ik maar zeggen, in zijn of haar hoofd. En altijd hetzelfde zoekt. Hè? Hetzelfde soort beeld, een fetish. Een soort lichaam of een ras, een soort etniciteit of zo. Ja. Sociale achtergrond. Maar dan een crossfire is iemand die dat niet meer kan. Die is eerder geïnteresseerd in de geaardheid van zijn vriend of zo, hè? Van zijn partner of van een andere groep. Ja. Dus ook van bijvoorbeeld die vrouwen die gewoon met erotische fantasieën heel de tijd zitten maken. Dat is ook zo'n soort crosswireisme. Ik weet eigenlijk niet zelf wat ik graag heb, maar ik ga graag meekijken naar wat de anderen graag bekijken. En dat is ook wel iets positiefs. Van, je mag gewoon zo eens mee gaan kijken in een andere doelgroep. Ja. Zo heb ik ook vroeger over de bears gehad trouwens, de gay bears. Van, als een soort doelgroep voor mezelf om in die erotiek van de bears te gaan kijken. En als outsider, als buitenstaander, heb je er gewoon een heel andere blik op wel. Hè? Ja, ja. En dan je kent die dingen, die onderscheidingen en die verschillende fetishen niet goed begrijpen eigenlijk. Dus er is ook iets positiefs mee te maken. Want als je met identiteit bezig bent, dan... Je wordt daarin gevormd, je wordt daar goed in. Je kan het allemaal goed begrijpen en onderscheiden. Je weet net wat je wil, maar dan ben je ook iets verloren, min of meer. Hè? Ja, dat je, als je te veel vastgeroest geraakt in een bepaalde identiteit. Ja. Dus daarover gaat het dan ook een beetje van. Via de porno dat je nog eens iets anders kan onderzoeken of exploreren. Ja. Oké, bij deze alvast schaamteloze zelfpromotie. Antwerp Queer Arts Festival, deze zomer op 5 augustus, late night, publieke queer porn screening, gecureerd door Katrien Jacobs in Cinema Cartoons. Dus mensen queer of non-queer. 4 augustus. Zaterdag 4 augustus, ja. Dus iedereen welkom voor cross-voyeurism of voyeurism. Of gewoon om... met een leuke publieke groep van mensen samen te beleven en te bespreken. We gaan over naar een streepje muziek. Dat was Astra en Beats in the Pulse. Wij zijn nog steeds in de studio met Katrien Jacobs. En we gingen het eigenlijk een beetje hebben over de evolutie van haar onderzoek. Maar ons gesprek bleef een beetje draaien rond queer porn en de veranderde blikken op pornografie. En hoe dat wel heel belangrijk is voor de maatschappij. Je had het eigenlijk al over een paar elementen ook van je onderzoek. Onder andere ook kunst en pornografie. Mm-hmm. Nu, dat was ook wel iets dat bij mij een beetje bleef steken. Wat maakt eigenlijk iets pornografie? Want ik heb nu ook jouw voorselectie bekeken. Ja, een aantal van die films zouden mijns inziens ook in een museum kunnen vertonen. Niet onder de noemer pornografie, maar eerder lichaam en bewustwordingen en dergelijke zaken meer. Dus mm-hmm. Is pornografie, is het een beetje van, als ik claim dat het pornografie is, het pornografie? Of hoe zit dat een beetje? Ja, zo kun je het bekijken. Hè? Mm. Van, je kunt het zelf bepalen. Je kunt zelf een definitie van pornografie verdedigen eigenlijk. Wat ik eigenlijk ook doe, hoor. Want ik wil eigenlijk een beetje die term op een positieve manier gebruiken, zoals je al gezegd hebt. Er zijn veel mensen die dan vinden op het moment dat je niet met die commerciële porno bezig bent, dat je een ander woord moet gebruiken, een ander begrip. Okay. Hè? Erotica. Mm. Bijvoorbeeld. Hè? Erotica kan je ook gebruiken. Yeah. Of kunst. Yeah. Ja? Erotische kunst. Of gewoon kunst. Hè? Kunst is altijd een heel veilig begrip. Veel veiliger woord. Als je bijvoorbeeld subsidies aanvraagt of zo, kan je het altijd veel beter kunst noemen. Maar eigenlijk is het toch allemaal relatief. Hè? Yeah. En daarom,
Omdat ik daar, ja, ik ben daar jaar geleden mee begonnen, oké, ik vond dat porno, dat altijd zo'n negatieve associatie voor mensen, dus een claiming, reclaiming van pornografie op een positieve manier. Dus ik gebruik dat woord heel vaak. Ja. Ook al gaat het om hele flauwe pornografie of hele kuise pornografie. Ja. Of gewoon kunstwerken die pornografisch zijn. Ja? Dus dat is een beetje de manier waarop ik ermee bezig ben. Maar dat, ja. Je kan dat zelf bepalen op je eigen manier. Gewoon helemaal bepalen, vind ik. Maar natuurlijk, ik mag geen fouten maken. Als het bijvoorbeeld in de Nederlandse taal alleen dat betekent, dan moet ik wel oppassen. Maar ik denk dat dat toch niet het geval is. Ik denk dat de definitie hier ook wel redelijk vaag is. Van, wat is nu pornografie? Ja. Of ja, het beeld, het eerste beeld dat mensen zien, dat is wel altijd, denk ik, het hardcore beeld. Dat is wel zo. Maar er zijn toch ook veel kunstenaars ook mee bezig, hè? Met expliciete, om hun films ook explicieter te maken. Dat is dan ook pornografisch, dat is eigenlijk ook pornografie. Want als je dan historisch terugdenkt, dan was er helemaal nog geen technologie om het hardcore te maken, of de performers deden daar ook niet aan mee. Ja. Zelfs in de jaren 70 was porno nog veel trager. En werd veel minder hardcore ook gemaakt, bijvoorbeeld. Ja. Dus dat was toch ook pornografie op dat moment, hè? Ja. Dus ja, ja. Pornografie is een heel oude kunstvorm. Ja. Met heel veel soorten media, al uitgedrukt in heel veel soorten media. Literatuur, met taal, met beelden, met sculptuur, met performance. Ja. Dus op die manier wil ik het graag bekijken en dat woord gebruiken ook. Ja. Ik verdedig al die soorten pornografie. Als ze aangevallen worden, als ze gecensureerd worden. Maar op zich, als je nu aan mij vraagt, wat vind je nu zelf echt leuk, dat is dan weer iets heel anders. Ik ben ook wel een beetje een kunstsnop. Alleen, ik hou heel veel van kunst gewoon. Ja, dus ja. Ik voel mij aangetrokken door kunst, door kunstenaars, types. Dus dan kom ik toch vaak in heel experimentele soorten toestanden terecht. Ja. En dat jij zegt, ja, dat is toch geen pornografie, hè, dan... Dus ik vind dat wel leuk om die spanning tussen kunst en porno een beetje levendig te houden ook eigenlijk. Ja, dus pornografie moet ook niet noodzakelijk opwinden? Of is dat toch wel een keer een element? Nee, dat moet niet voor mij eigenlijk. Ja. Ja, maar dat is ook ingewikkeld. Sommige mensen kunnen bijvoorbeeld alleen opgewonden geraken als ze alleen thuis zijn of in de privé. Sommige mensen gaat dat makkelijker als ze in een groep zijn, als ze uit zijn. Dus daarom vind ik dat ook inderdaad, dat moet niet. Dat hoeft niet eens. Als jij zo iemand bent die dat alleen privé wil meemaken, dat is oké. Maar dan, als je dan naar een... Je kan nog naar ons festival komen kijken. En dan kan je er iets anders uithalen ook gewoon. Je kan dat gewoon misschien op een andere manier bekijken. Misschien zelfs een beetje kritischer bekijken. Je kan ook zien hoe andere mensen het bekijken. Meestal tijdens die screenings wordt er toch niet gemasturbeerd. Alhoewel, dat is op zich is dat natuurlijk iets waar je ook aan kan denken, maar dat wordt meestal toch niet gedaan. Terwijl dat vroeger in de theaters misschien wel zo was. Hè? Ja. Dat er toch wel door... Of ook zelfs seks. Mensen gingen er ook om seks te hebben natuurlijk, hè, naar die theaters. Ja. Dus dat is een heel lichamelijke functie daarvan. Ik ben daar helemaal niet tegen, maar er zijn nog andere functies ook. Ja. Van, ik vind ook zo bijvoorbeeld, je kan beelden bekijken en dan soms kan je zich herinneren, je kan je die herinneren een beetje later of zo. Dat moet allemaal niet meteen gebeuren, ook niet. Ja. Je moet niet een onmiddellijke lichamelijke reactie hebben, bedoel. Ja. Dat kan soms ietsje later komen. Ja. Dat je dat terug herinnert en er toch van kan genieten, bijvoorbeeld. Ja. Wordt ook veel onderdrukt, hè. Als het te veel is voor mensen, of ze het niet leuk vinden, of ze zijn er tegen, ideologisch, dat wordt allemaal onderdrukt ook. Hè? Mm. Mensen worden kwaad, mensen gaan naar buiten. Dat heb ik ook al heel vaak gezien. Mensen die gewoon kwaad worden van porno, die het gewoon afstappen. Na 3 films, na 4 films, als je kortfilms hebt bijvoorbeeld, op het einde is de zaal gewoon leeg. Nu is dat niet meer, maar vroeger was dat wel zo. Dus sommige mensen die worden kwaad, sommige mensen onderdrukken het en voelen niks. Want dat is ook een functie. Ik ben ook niet tegen de onderdrukking. Dat is soms heel handig gewoon. Ja. Dus je kan het
kan het niet goed voorspellen, eigenlijk. Ja, ja. Ik vond het wel boeiend. Op je website stond er ook iets over jouw eigen rol, of ik heb dat misschien in een interview gelezen, over je eigen rol als academicus. Ah, ja. Omdat je zegt van ja, er is eigenlijk een soort consensus van ja, je mocht wel over seksualiteit of pornografie praten, maar dan alleen maar in een cold academic language, zal ik maar zeggen. Dus het helemaal ja, verwetenschappelijke. Maar dat je daar toch een beetje een weg tussen zoekt om er toch iets van een warme... Ja. Ja, dat klopt inderdaad wel. Mm. Hè? Dus academisch gezien ben ik daar wel erg mee bezig om dat een beetje te veranderen, om de manier waarop academici schrijven of lezingen geven, dat kan soms heel droog zijn. Wel, ja. En vooral als het over seks gaat, of over porno, omdat mensen zich toch een beetje raar of beschaamd voelen, dan is dat soms nog erger. Hmm. Van, ja, ik ga het wel over porno hebben, maar ik ga vooral niet benadrukken dat bepaalde aspecten hiervan mezelf ook opwinden of raken. Ja. Dus, en daarom vind ik dat ik vecht daar een beetje voor om dat toch te veranderen, dat als je als academisch je ook kan laten merken als iets jou opwindt, of ook als iets jou afstoot bijvoorbeeld, dat je gewoon een beetje emotioneler kan worden of persoonlijker. Ja. Dat je ook persoonlijke dingen kan schrijven, want daar gaat het ook om. Hè. In academisch gezien, als je iets moet verdedigen, als een thesis moet ontwikkelen, dat je daar je eigen persoon niet bij mag betrekken. Hè. Mm. Dat is een sterke regel in onze academische wereld. Dus daarom, ik ben daar wel een beetje een rebel in. Van nee, ik ga dan wel gewoon persoonlijk iets persoonlijks zeggen. Ja. Dus ik schrijf ook soms persoonlijk, die paragrafen worden er vaak uitgegooid. Maar ik probeer het er wel op die manier een beetje levendiger en bruisender te maken. Want het gaat toch ook om ons leven, ons seksleven, onze verlangens. Ja. Ik bedoel, de manier om een publiek te bereiken, dat is toch wel belangrijk dat je vanuit dat soort passie kan spreken een beetje. Ja. Dat je kan aanvoelen ook op die manier wat dat mensen wat het interessant vinden, wat ze doodsaai vinden. Je bent zelf toch die radar een beetje ook daarvoor. Hè? En ja. Daarom, daarom is dat wel belangrijk om het academische zelf ook een beetje in vraag te stellen. De methodes die wij gebruiken. Mm. En dan, ik heb vroeger... Ja, academisch is ook... De universiteit is een moeilijke wereld. Het is heel competitief. Je moet heel veel publiceren ook. Mm. Dus het is een keiharde wereld op dit moment, vind ik. Vooral voor jonge onderzoeksters. Om een goede baan te kunnen krijgen. Om altijd zo hard te moeten werken en zoveel te publiceren. Dus dat je ook eventjes kan zeggen, kunnen we nog genieten, alstublieft, van ons werk, van ons onderzoek? Mogen we er nog van genieten? Ja. Uiteindelijk zijn er veel mensen die er niet meer van genieten of die het zomaar puur wetenschappelijk maken en minder eigenlijk voeling hebben met kunsten of zo, met kunst, bepaalde soorten kunst, zoals pornografie. Ja. Hè? Ja. Ja, die eronder zeker. Lijden. De pornografie leidt daar een beetje onder. Of kunst ook, denk ik. Ja, ja. Ja, uiteindelijk, zoals je zegt, het gaat ook over iets heel persoonlijks bij pornografie. Dus waarom zou je dat dan ook niet mogen uitdrukken doorheen je eigen geschriften? Of obsessies. We hebben allemaal onze obsessies. Als je een boek moet schrijven, kan je beter wel een soort obsessie hebben, want dan maakt het veel gemakkelijker om dat boek af te krijgen. Dat klinkt misschien een beetje negatief, maar je weet wat ik bedoel. Hè? Ja. Als je die drang niet voelt om een soort focus in je leven, in je denken te hebben, dan komt dat er toch niet van. Dus, dus als je zoiets vindt, ja. Zoals seks onderzoeken, dan is dat gewoon allemaal veel gemakkelijker. Ja. En ik vind dat je er gewoon eerlijker moet over kunnen zijn. Maar ik ben daar al wel echt op aangevallen. Vroeger vooral, nu gaat dat veel beter. Ik weet beter hoe ik daarmee om moet gaan. Hmm. Omdat ik intussen ook ouder ben en meer gepubliceerd heb en zo, kunnen ze mij minder moeilijk aanvallen. Maar vroeger, toen ik ermee begon, dat was inderdaad wel van... Dat werd nooit ernstig genomen. Hmm. Of er konden mensen wel eens mee lachen of zo. Maar dan was het ook. Terwijl ik toch hard werkte
om veel onderzoek te doen. Om, zoals ik zeg, ik ging veel reizen en interviewen. Ik had ook een heel boek geschreven daarover. En dat boek werd helemaal afgebroken door mijn collega's op een bepaald moment. Ook omdat dat een persoonlijk boek was. Omdat de methode niet correct was. Ik wist ook wel wat de correcte methode was, maar ik had dat een beetje bewust aangevallen. En dat kwam wel hard aan natuurlijk, want ja, als je je persoonlijk openstelt en je wordt aangevallen, dan word je ook persoonlijk aangevallen. Ja, ja, ja. Dus je moet daar wel klaar voor zijn. Ja. Maar ik vind dat wel dat ook moet kunnen, maar je moet daar wel, als jonge onderzoekster, als je dat wilt doen, moet je ook wel klaar zijn om terug te vechten. Ja, ja, ja. Ja, om je te verdedigen gewoon. Ja. Ja, een tijdje geleden zat ik op een symposium over in between academe en activisme, was het, denk ik. En over identiteiten die dat je hebt als onderzoeker. En onder andere zat er één onderzoekster bij over porn. Die zat bij de filmstudies. Uh-huh. Dus die beschouwden eigenlijk pornografie vanuit een filmstudies lens en narratieve lijnen en camerastandpunten en dergelijke zaken meer. Ja, en die zei ook van ja... Allee, zij is bekend als de porn girl bij haar. En daar wordt er ook heel denigrerend over gedaan. En ze moet zichzelf ook daar ergens voortdurend bewijzen. Omdat het gewoon een onderwerp is dat nog niet past binnen die geëikte normen, zal ik maar zeggen. Ja. Nu, langs de andere kant, ik merk dat ook wel in België, en ik vermoed dat dat overal wel een beetje is, dat vooral jonge mensen... Ja, die afgezette bakenen wel een beetje aan het bestrijden zijn. Allee, via slow science of gewoon inderdaad die identiteiten die zich ook door elkaar mixen. En dat je als academicus ook niet alleen maar academicus kunt zijn en hoeft te zijn. Allee, je hebt ook een grotere rol naar een publiek toe. Ja, en vooral als je wat ouder wordt, zoals ik ben nu 50 geworden, dan voel je dat ook sterker. Van als je nu nog een ander belangrijk doel in je leven hebt, moet je er nu wel aan werken. En daarom ben ik daar nog een beetje scherper in geworden, misschien in de laatste jaren wel van. En zoals je zegt, slow science, dat is die beweging hier in België, of een groep. Ja. Ik ken het nog niet goed, maar dat ze toch ook inderdaad ook een ander soort academische wereld willen ontdekken. En ook zich activistisch willen opstellen. Dat is wel heel apart, vind ik. Okay. Die groep. Je zegt nu wel dat gebeurt in verschillende landen, maar ik vind eigenlijk dat toch nog weinig gebeurt. Okay. Dus ik hoop dat in België echt... wel iets belangrijks geworden hier. Ja. Je moet heel de universiteit ook niet veranderen, maar het komt er gewoon op aan dat je die kritiek wel, of die zelfkritiek, zal ik maar zeggen, wel mag delen met mensen ook in je vakgebied of in je departement. Want dat is ook het leuke aan academia. Je mag alles bekritiseren. Hè? Ja. Je kan heel veel kritiek hebben over allerlei soorten werelden en bedrijven en culturen. Mensen stellen zich super kritisch op, maar ze zijn niet kritisch over hun eigen bedrijf. En dat mag helemaal niet. Ja. Je mag eigenlijk geen soort introspectie doen. Ja. Ja? En dat is eigenlijk iets wat ik heel raar vind. Ja. Als je echt intelligente, kritische geest hebt, dan ga je toch ook naar jezelf kijken en je naaste omgeving. Van, loopt het hier nog wel goed en... En gaat het voor de mensen om hier te werken? Ja. Zijn onze wetten aangepast? Ik denk dat vooral de bredere maatschappij, die denken nog altijd dat de academische dat een heel leuke baan is. Of zo met veel verlofdagen. En, ja. Maar dat is helemaal veranderd. Hè? Ja. Er zitten heel veel mensen met ongeveer met veel stress en prestatieangst en dit en dat. Dat is toch wel vrij normaal in ons bedrijf. Helaas is dat. Ja, ja. Ja. En daarom ook van om dat dan te gewoon proberen aangenamer te maken en een soort positief rollenmodel te zijn voor de jongere generaties. Van geef niet je hele wezen aan die academische doelstellingen die voor jou geformuleerd worden. Want daar kom je toch niet uit en dat wordt eigenlijk nog erger. Zoiets als slow science, dat is eigenlijk maar iets marginaals op dit moment. De manier waarop corporaties zich nu inmengen in het academische, om het te hermaken, zal ik maar zeggen, dat gaat heel snel. En uiteindelijk is het moeilijk om je nog
om nog puur en idealistisch op te stellen en geëngageerd. Ja. Dat zijn waarden die daar niet mee worden in opgenomen eigenlijk. Nee. Dus daar moet je echt een beetje voor vechten wel. Als je met zoiets bezig bent, dat is ook niet voor iedereen. Er zijn al veel wetenschappers die daar niet mee bezig zijn, dat is ook oké. Maar als je in de humane wetenschappen zit en je bent activistisch ingesteld en je wil dat zo, je vindt engagement belangrijk, dan moet je er toch wel voor blijven vechten, denk ik. Ja. Ik kan mij voorstellen dat in Hongkong misschien nog wel moeilijker is dan hier, toch? Ja, dat is interessant. We hebben nog niet heel veel over Hongkong gesproken, hè, maar Hongkong is... 2 minuten doen. Oei, ja, ik heb me nog niet gerealiseerd. Het gaat toch maar van mijn programma af, dus doe maar even voort. Oké. Ja, misschien even over Hongkong spreken dan? Ja, hebben er nog niet zoveel over gezegd, hè, over Hongkong. Maar je zegt dan nu dat het misschien moeilijker in Hongkong. Op dit moment natuurlijk is het zo dat de relatie tussen Hongkong en China erg moeilijk in verziekt is eigenlijk. Hè? Dus ja. Er zijn heel veel activisten in Hongkong tegen de Chinese Communist Party. Hè? Mm. Die zich afreageren tegen de overname van de Chinese Communist Party. En hoe de party zich binnendringt in Hongkong. Dat is er op dit moment bezig. Maar dat maakt eigenlijk mensen meer activistisch wel. Hè? Okay. Want wij hebben zo geen Chinese Communist Party hier in België. Hè? Er zijn andere dingen die moeilijk zijn in België. Maar op zich worden... Maar we hebben wel een Chinese Communist Party in België. Allee, de Confucius Instituten en weet ik wel. Oh ja, oké. Okay, maar die hebben niet zoveel macht op dezelfde schaal als in Hongkong. Dus de mensen in Hongkong, de activisten, de studenten, de scholieren, de studenten en ook... En ook de academische worden eigenlijk een beetje radicaler erdoor wel. Hmm. Maar het is wel zo, in 2014 was er een grote demonstratie daar, de Umbrella Movement. Ja. Daar hebben heel veel academici aan meegedaan, openlijk meegedaan. Toen was het plots alsof heel veel mensen eigenlijk geëngageerd waren. Maar nu is het veel moeilijker, want nu wordt het allemaal terug afgestraft en gecensureerd. De censuur is op dit moment veel erger dan in 2014 in Hongkong. Dus daarmee is het nu nog een moeilijker moment. Van nu is het zoiets van, als je activistisch bent, dan moet je toch wel oppassen. Mm. Hè? En ik als buitenlander heb daar minder last van, omdat ik niet in het Chinees denk en schrijf, wordt dat minder snel gevonden, hè? Door de spies en zo. Maar als jij dus een Hongkongse activist bent, je schrijft in Chinees en je bent tegen de Communist Party, dan word je wel snel gevonden. Dan moet je veel harder oppassen. Dus het is ook wel, ja, dat is het gevaarlijke aan het activisme ook. Hè. Het activisme kan ook wel leiden tot moeilijke gevolgen. Ja. En zo dus, maar ja, dat werkt dan langs die twee kanten. Hè. Je wordt erdoor geradicaliseerd, zal ik maar zeggen, maar je wordt er ook door bedreigd eigenlijk. Ja, ja. En, maar ja, ik denk dat toch, zelfs als je dat niet in die mate wil doen, je kan dat toch wel op een min of meer een rustigere manier ook geëngageerd blijven. En dan hoop ik dat in België dat inderdaad toch wel belangrijke motivatie is voor mijn collega's. Ik denk het wel eigenlijk. Ja, ja. Ook, ja. Ja, ik denk zeker via film dat er wel... laat ons zeggen dat het activisme misschien minder is van we gaan roepen tegen de regering of we gaan nog een opstand of een umbrella movement proberen te doen. Maar cultureel gezien via film en film-events en dergelijke zaken meer, denk je dat er nog wel altijd heel veel gebeurt. Niet alleen in Hongkong, maar ook op de mainland. Dat dat eigenlijk minder confronterend, direct confronterend is. Ja, tuurlijk. Ja, dat klopt wel. Goed. ik zie Roger even kijken. Ik kreeg storingen. Oké. Ah nee, ik dacht, we zijn in jouw programma een beetje aan het opeten. Nee, dat maakt niet uit. Ik zit hier toch tot 4 uur, dus... Oké. Je kan nog rustig even doorgaan. Ja. Goed. Ik denk dat we jou misschien nog wel iets voor een aflevering kunnen vragen, maar er is nog heel veel waarover we het kunnen hebben. Ja, we zijn ermee begonnen nu, hè. Ja. Scratching the surface. Ja. Maar als ik het goed... Je bent ook een beetje... Er is ook een beetje jouw doel hier in België om activisme in Europa met activisme... Ja. In Azië te vergelijken, toch? Ja, dat is mijn opzet op dit moment. Ja. Maar op dit moment voel ik wel van dat het toch heel andere culturen zijn. En ik weet niet of dat zo gemakkelijk is om er vergelijkingen
tussen te trekken. Ja. Maar nu, hier in België, heb ik al gemerkt, hè, er is heel veel interesse in extreem rechts, of het nieuwe rechts, de alt-right. Ja. Hè, van de invloed van de alt-right, dat is ook een soort van activisme, maar dan hè, rechtsactivisme. Dus ik vind dat ook heel interessant. Dus ik wil daar eigenlijk mee verder nu om dat een beetje te bestuderen, van hoe dat die met hoe dat die seks en porno, hoe zullen zij nadenken over seks en porno, gender? Ja. Is dat echt nu wel een belangrijke ingreep in onze maatschappij? Of niet? Is dat toch maar een soort kleine groep mensen die daar eigenlijk mee bezig zijn? Dus dat vind ik wel heel interessant. En hoe kan je dat dan ook toch weer mee omgaan? Als dat nu echt een grote verandering is, hoe kunnen we dan counteren? Okay. Of kunnen we daar nog een antwoord op geven? Want inderdaad, zoals jij ook al gezegd hebt, Marcia, van de LGBTQI-beweging is ook aan het verrechtsen. Dus sommige van die queer idealen zitten daar ook bij in, min of meer, zoals het homohuwelijk. Maar is, ja, dus zijn er nog andere idealen die we dan kunnen blijven verdedigen? Of is het inderdaad een soort grijs gebied tussen rechts en links, dat we niet meer goed kunnen definiëren? En is queer nog links of is het ook rechts? En wat betekent het dan? Ja. Zo, dat komt ook van Amerika, debat een beetje. Hè? Ja, ja. Dus alt-right is daar ook een beetje mee queer bezig geweest. Ik heb ook een video gezien die daar beroemd is geworden van Ling Anderson. Heb je dat gehoord? Dat is een Aziat-Amerikaanse transgender. Oké. Okay. En die zich ook aanslaat bij de alt-right, maar die wel transgender is ook. En dat verdedigt. Dit is ook tegen de essentiële genderdefinitie is. Okay. En zich als trans bestempelt, maar dan wel zegt dat hij als Aziat enkel met witte mannen wil naar bed gaan, hè, als bottom dan. Dus het is zo erg een nieuwe manier om transgender te zijn en de witte suprematie eigenlijk te omhelzen. Ja. Op een manier die totaal politiek incorrect is, zal ik maar zeggen. Maar dan toch wel op een manier dat zijn eigen of haar eigen Aziatische identiteit daarbij baat. Op die manier is het echt moeilijk om te zeggen van, hoe kunnen we nu over zo'n geval nadenken? Ja. Voor onze eigen queer identity. Ja. Omdat het queerer die is echt queer rechts. Ja. Of queer supremacist. Ja. Of desire for queer and supremacy. Dan zoiets, dan ja, hoe kom je daar eigenlijk uit? Ja. Dus dat soort dingen, daar wil ik graag mee verder gaan. Hier in België ook een beetje na te denken daarover. Misschien wel een laatste vraag, maar heb je in België al een alternatieve porn scène ontdekt? Nog niet ontdekt, maar ben er nog mee bezig. Er is wel een producent in Amsterdam die we ook gaan proberen uit te nodigen. Hè? Ja. Blue Artichoke Productions heet ze, Jennifer. Ja. Maar in België nog niet gevonden. Maar dat komt er wel tegen het festival hebben we die wel gevonden, misschien. Ja, hopelijk. Ja. Sowieso, ja. Luisteraars, als je queer porn maakt, kan ons altijd schrijven. En Katrien Jacobs natuurlijk zelf ook. Bij deze, heel hartelijk bedankt om naar de studio te komen. Ja, dank jullie ook om mij hier uit te nodigen. Het was een leuk gesprek. Ja, het was super interessant. En we zien elkaar sowieso weldra. En zeker op het Antwerp Queer Arts Festival deze zomer. Oké.